Allereerst Owen Müller. Van harte gefeliciteerd met het man of the match zijn. Yes, yes, bedankt. Dat is toch wel heel erg mooi, hè? Ja, stop is. Zo'n debuut. Ja, Owen. Debuut. Niet mijn debuut. Nee. Maar het is wel mooi om zo het nieuwe seizoen, eerste wedstrijd het nieuwe seizoen, om zo te starten. Ja. En helemaal goaltje erbij. Dat is, maar ben je wel prachtig. Eerder in de basis begonnen ook? Ja, niet? Vorig jaar. Ja? Tegen Sparta. Ja, toch. Oh, tegen Sparta. Dus daar, ja. Maar daar wil ik het niet meer over hebben. Dat is een wedstrijd die moeten we vergeten. Ja, en, precies. Zo is dat. Hey, je voelt je als een vis in het water, hè? Op die positie. Ja, het is wel mijn positie waar ik het liefst sta. Lekker diep gaan, veel bewegen, achter de linie komen. En een goaltje meepakken, dat is wel de bedoeling, ja. Ja. Dus, beschrijf dat doelpunt even. Ja, volgens mij kwam de bal van Nicky, ging naar Stef. Stef die gaf hem lekker eroverheen. En ik nam hem met mijn rechtervoet aan, bam, ja. En ik schoot hem onder de keeper door zijn benen. Dus bijna Gerry Muren bij Real Madrid. Maar die deed het in de middencirkel. Maar jij doet het gewoon te midden van heel veel verdedigers. En daarna schiet je hem er ook nog in. Ja. Nee, prachtig. Prachtig om zo mijn eerste goal te maken. Dat vond ik ook heel erg mooi. Maar daarna hield je ook wel gewoon behoorlijk staande. Ja, nee, ik denk dat ik gewoon mezelf heb laten zien. Ik weet wel dat ik meer nog in de bal kan komen in plaats van alleen maar diep. Dus daar dat is een puntje om aan te werken, maar dat is voor de toekomst. Mooi. Hey, en wat ging er mis in de tweede helft? 3-0 voor. Ja, wat ging er mis? Ik wil eerst de credits geven naar het team dat we toch de 3-2 hebben gewoon in stand gehouden. En dat we gewoon lekker gewonnen hebben, die 3 puntjes. Dat is het belangrijkst. Maakt niet uit hoe je hem wint. We hebben de 3 punten en dat is het belangrijkst. Ja. Wat ging er mis? Ja, ik denk misschien een stukje scherpte en... ballen die niet aankwamen, waardoor je toch weer in de omschakeling komt. Ik denk dat de grootste reden was. Misschien iets te makkelijk denken over de situatie, focus hier en daar. Ja, iets maar dat bedoel ik. Daardoor gaan ballen fout en dan ga je ballen spelen wat misschien een perfecte bal is, maar die dan weer net niet aankomt. Ja. En dan zie je dat je meer in de omschakeling terwijl je eigenlijk ook gewoon naar 4-5-0 zou kunnen Precies, lopen. Maar dat moest de eerste helft al. En daar heb ik zelf ook een aandeel in. Okay. Vind ik ook. Dus daar ben ik ook wel heel kritisch op. Hey, nogmaals gefeliciteerd met... voor mij is het gewoon een fantastisch debuut. Ja. Maar in ieder geval gefeliciteerd. En ga zo door, Owen. Ja, dat komt goed, Piet. Bedankt. Okay. Yes. Bedankt.